Zaterdagavond ging het goed mis bij de vluchtelingenopvang op de Rijshoutweg in Zaandam. Personeel van een ambulance werd aangevallen en vorige week probeerde een vluchteling in het veldpark zichzelf uit protest in de brand te steken. Het COA wijt de oplopende spanning aan de uitzichtloosheid die het lange wachten op een verblijfsvergunning en een geschikte woning met zich meebrengt. Mensen hebben ze ook recht om te leven hier in Nederland, maar mensen moeten ook een geduld voor hebben. Want het Nederland is zo klein en er zijn zoveel vluchtelingen in Nederland zijn er gekomen. Dus die moeten gewoon geduld voor hebben. Zoals wij, ik heb ook 2 jaar gewacht. Ook de situatie in het thuisland en de achtergebleven familie baart de asielzoekers veel zorgen. De vluchtelingen in Zaandam zijn soms zo wanhopig dat er de afgelopen maand al 6 mensen zijn teruggekeerd naar het land van herkomst. Woningcorporaties kunnen de toestroom van vluchtelingen met een recht op een huurwoning niet aan. In Volendam kan nog geen 40% van de vluchtelingen geplaatst worden. Maar dat heeft ook gewoon te maken met hoe de samenstelling is van jouw sociale woningvoorraad. En die is in Volendam van dermate omvang dat wij niet meer kunnen dan we nu kunnen doen. Kan Volendam niet een beetje meer zijn best doen? Nou, we doen ons best, maar we kunnen geen zittende huurders uit hun woning zetten om daar statushouders in te zetten. Als er dan uiteindelijk een woning wordt toegewezen, gaat het vaak goed. Zoals bij Sami, die inmiddels al 7 jaar in Volendam woont. Ik ben zelf nu een Nederlander. Ik kan iedere minuut naar mijn land, maar ik ga niet. Ik voel me hier veilig. Mijn kinderen zitten op school en we zijn erg blij in Nederland. Ook andere gemeentes in de provincie voldoen bij lange na niet aan de Rijksopdracht. Vandaag heeft Noord-Holland toegezegd nog eens 2500 vluchtelingen op te vangen. Waar die geplaatst moeten worden, is nog onbekend.